parking. Dat nog niet van, Wesley. Nee. Cheyenne. Belgisch poepen en Hollands poepen is een verschil in, hè? Oké. Ja, daar ben ik echt gewoon steeds mis mee. Net als toilet maken. Dat schijnt ook niet dat je dan de wc maakt, maar het schijnt dat je dan opmaakt. Ja, die fout heb ik ook al twee keer gemaakt. Doe je het ook met laten maken? Ja, maar daar is een ander toilet. Is deze het bos? Nee. Wel echt klein grote huizen daarom. Nee, maar dat zou ook wel kunnen dat er gewoon iemand gewoon woont in het bos. Ik bedoel, of niet? Ja, de boswachter. Ja. Maar het is echt enorm groot, hè? Ja. Dat zijn mensen die gewoon thuis zitten helpen. Ja, nee, deze boswachter is echt een smeerlap. Echt een smeerlap. Ja, eigenlijk wel. Daar zien jij vroeger bij het leger gezeten. Of bij, hoe zou ik het zeggen, de reservisten, zoals ze het noemen. Dat is die ene die daar op zijn fiets door het bos rijdt. Maar zou die, ziet er wel eens een vieze rek uit. Volgens mij doet hij dat. Mensen ontvoeren en zo. Ziet hem wel een jas aan? Hoezo? Oh nee, dat is niet zo van die... Jongen! Ja, die gaat niet in een bos zitten, zo iemand. Ah, waarom niet? Allemaal die, wie komt die nou tegen in een bos op de potloodventeren? Ik bedoel... Wel, verdwaalde wandelaar. Maar dat is wel zo, hè. Er schijnen ook al heel vaak mensen gewoon verdwaald te zijn. Gewoon omdat het zo groot is. En... Ja, je kunt er wel gemakkelijk verdwalen. Hebben we toch iets bij? Broodkruimeltjes of zo, weet je wel, dat we de weg nog vinden of zo. Oh nee, laten we als Hans en Rietje gaan, want dat was zo'n goed idee voor Hans en Rietje. Idee, maar... Heeft er iemand iets bij? Ja, nee, ik heb glowsticks mee. Oh, tof. Jippie. Dus ik mag nog een beetje zien van de avondwezen. Zijn er die redelijk lang banden? Ja? Daar heb je genoeg mee, want... Oké. Tips op blauw, sowieso. Ja. Tips op blauw. Wat zeg je roze met voor u? Allee, we zijn er. Ja, gearriveerd. Jippie. Ja, en nu hè? En hier begint het verhaal. Het is al goed donker. Ik zie Cheyenne zelfs niet meer op de camera. Nu wel? Hij is wel zijn steven. Oh wacht, ja, nu werkt hij, Spooky. Het heeft nu al werking op technische apparatuur. Op technische apparatuur, oh my god. Oh my god, Cheyenne, er staat iets bij. Oh my god. Wat gaat een avontuur, jongens en meisje. Ja. Oké, wie het eerste natte broek heeft? Dat is Cheyenne. Altijd pampers. Ja. Wat gaan we doen? Zoek naar het huisje? Ik dacht op zoek naar heroïne dealers. Dat is ook goed. We hebben al gevonden. Wacht. Nou, je bloemsuiker. Ja, plezante man. Kijk. Ja. Kon er niemand zeggen dat er kinderslot op zat? Want ze zijn allemaal heel grappig op dat vlak, hè? Ja, hè. Kijk. Dus dat zat dus aan de goede kant. Ja. Wat nou goede kant, hè? Wat? Schijnt er eens iemand? Want ik zie alleen maar wazig en donker. Wacht. Ah ja, wacht. Ik heb beeld. Ik heb... Nee, niet grappig. Kom aan, jongens. Al bang? Ja, altijd van jou. Niet slagen. Ik ben een spook. Van het grote bos. Stiekem is wazig gewoon. Het spook van het bos. Ja, hij houdt zich al stil, hè? Mijn man. Okay. Hey, dat is rood. Okay, heeft iedereen zo'n batterijen dat we niet in één keer zonder batterijen van of zo? Hey, ik heb geen zaklamp. I am prepared. Bij mij zitten er nieuwe in dus. Oei. Oeh. Goed. Ik mag filmen, hè? Ja. Juppie. Kom. Allee dan. Ja, wacht even. Hoezo? Kom, wacht even. Zo. Oei. Ja. Zo. Ja. Het spook ligt van de parking van het spookbos. Het spook ligt van de parking van het spookbos. Wat een stem. Hey, misschien maken we er ooit wel eens een film van of zoiets. Ja. Oké, wie eerst? Wie gaat er voorop? Zij jij. Nee, wel eens leven is groot. Ja? Ja? Moet dat? Ik ga in midden, ik ben een meisje, dus ik heb terug. Maar. Weet je wat? Klaar? Steven, film de jij maar, want ik kan dit niet. Ik kan dit echt niet. Fijn dat je het zelf toegeeft, Vadim. Ja, ik geef dat niet. Mag ik nu een glowstick?
Nee. En nu? Oké. Okay. Ook niet. Ja. En nu? Gaan we eraan beginnen. En nu? Ja. Fuck. Dat is zenuwachtig. Ik krijg geen glow stick. Ik moet wel die pilot nu pakken. Mm. En nu? Niet zo vlug, niet zo vlug. Kom aan, Steven. Ik heb wel van die kleine beentjes. Oeh, snap! Nee, moet niet de bedje zijn voordat je dan bot in gaat. Zeg Wesley. Ja. Kijk, nu een glowstick? Zeg, kun je beter eerst een glowstick aansteken? Kijk, aangezien dat we in het begin van het bos zijn. Kijk, nu een glowstick? Allee. Mooi dan aansteken. Yippie. Kleurt mooi bij je haar. Wacht. Hoe werkt dat? Goeie vraag. Woehoe. Kapot? Ben ik niet goed. Ga hem beter van het begin dan de weg kwijt geraken. Allee, smijt hem daar. Waar? Ja, pas op, maar... Ja, kom aan, bij het begin, dat heeft zo niet aan die kabouter. Wat ga je nu doen, Vadim? Ik kan niet aan die kabouterneus hangen. Doesn't work. It works. Oké. Okay. Je stopt met de boze hek dan in je tas. Onze eerste glowstick. Dag, kabouter. Ja, wow, dat is echt een goed begin. Ziet je dat er een spirituele... Zie je, het viel gewoon gelijk om. Dit er valt iets van een kabouterneus. Ja, maar ja. You have a nail. You have a nail. Waar, Wes? Fucking ja hoor. Kijk, nog een glowstick? Nee. Oké, okay, we gaan nu het heel donkere bos binnen. Kijk, heel een glowstick? Vadim. Zet er u bij. Kampeert daar dus nooit. Nee, ik wil een nieuwe glowstick. Hoeveel heb ik er nu? Ik zei dat ervoor. Nee. Kijk, een glowstick? Nee. Oh my god, ik heb het nu al spijt dat we meegenomen hebben. Kijk, een glowstick? Vraag, nog niet. En nu? Zeg, jullie gaan wel heel snel. Wacht, zal ik bij Steven lopen? Want de eieren zitten erin, zin. De eieren zitten erin, nee. Vadim, wat vind je van dat fantastische idee? Ik had eigenlijk niet zoveel... Wat? Blijf even goed bij je schijnen, want we gaan hier een beetje stuk in. Hé, hey, je wilt mij wel aan het interviewen, hè? Naar mijn mening van dit fabuleuze idee van in de plaats van op café zitten en met gezellige mensen op stap gaan, hey, in het bos te zitten. Hoor je dat? Oh my god, jongens, ik hoor de voetstappen, geen grapje. Dat was ik. Nee. Luister. Waar is het? Volgens mij. Misschien even naar links. What the fuck? Jezus? Nee, een glowstick. Dus serieus, kom aan. Ik ben wel niet helemaal op lopen floten, maar... Wat ga je doen, Vadim? Wauw. Oeh, het was een duif. Nee. Ja, wat een helder dat. Ik dacht dat je iets hoorde. Hè? Ja, ik kan gewoon nu van het pad weg. Vadim, is dat niet best om op pad blijven? Je weet wat ze zeggen, hè? Homoseksuele en heroïne dealers zitten s'avonds in het bos. Of daar hadden jullie het niet over? Nee, daar hadden we het niet over. De volgende keer gaan we met z'n drieën. Ik heb een glowstick. Lopen die verhalen nou echt nog? Weet je niet. Dat is wel waar. Vadim, laat die gewoon liggen, hè. Nee. Waarom? Ik heb een glowstick. We gaan onze weg nooit terugvinden. Vol maar in smijten zeker. Misschien wel, hè. Oké, okay, andere glowstick. Hier. Glowstick nummer 2. Ah, joh. Zeg, hoe lang zijn we nu al aan het wandelen? Wacht even. Bijna een uur of zoiets? Ja, een uur? Niet aangehouden. Een uur? We zijn om hoe laat begonnen? Zes. Zes uur? Nee, niet echt, lach maar. Acht of negen. Ja, tot okay. 9 uur passeert alles ons. Oké. Okay. We zijn om 9 uur vertrokken aan de kerk. Ja. Vadim, waar ga je nu naartoe? Nee, nog een keer! Vadim! Oké, we volgen hem gewoon. Daar raak ik hem niet kwijt. Hé, hey, wat? Vadim, what the fuck? Hij is normaal, joh. Ho, niet zo snel. Pas op.
Op een grote paddenstoel. Oh, dat meen je niet. Dat meen je niet. Stippen zat kabouter spullen in. Zeg, een speeltuin in een bos. Toch? Zou dit niet het huisje zeg maar stoven hadden? Nou, wat? Nou ja, goed. Hé. Hey. Steven, kijk, wat de fuck? Wat? Mannen. Hé, hey, Wesley heeft iets gevonden. Wacht, mijn camera is volledig het focus. Wacht. Momentje. Oh mijn god, jongens, er staat wat ingekrast. What the fuck? Wat staat er? J, hartje, H. Nee. Wacht, ik kom kijken. Wel. Nee, dit. Ja? Ik kom kijken. Dit, lam. Oh nee, dat zijn stammarkeringen. Waar? Kijk, dat is voor houthakkers, voor wanneer dat ze moeten kappen. Maar, ze zullen er gewoon een soort speeltuintje van gemaakt hebben. En dan hebben ze de stam niet weggehaald. Kijk, want eerst zetten ze een kruisje door. Ja. Voor aan te geven van deze boom, die gaat niet meer zo lang meegaan. Ja. En ze hebben hier nog een inkijving gedaan. Om te zeggen van, laat het staan, die gasten zijn niet meer aan het spelen. Oké. Okay. Ja, denk ik. Je bent er zeker van? Ja, zeg gewoon ja. U kennende. Gaan we gewoon verder. Ik vind het echt helemaal niks dit hier. Zij hem dit nooit. Hé, waar is Wesley? Wesley, ja, niet nog eens! Wesley! Oh, hij is hier. Wesley, krijg je een glowstick? Hij moet hier naar kijken. Hij heeft iets gevonden. Ik heb iets veel toffer gevonden. Bangelijk. Wauw. Wat is dit? Dat is een siroopradier. Wat is dit? Echt stil voor ons. Eens kijken. Ja, wat was het dan om? Geen idee. Een speeltent dan nog? Is het maar een akelig masker. Creepy. Creepy as hell. Ja. Het is wel mooi daar, want kijk. Ja. Er zitten ook helemaal muzieknoten en zo op gedaan. Ja. Ah. Even beetje Venetiaans of zo. Ja, Vadim, ja. Gaan we terug zijn of gaan we meepakken? Ja, wat denk je nou zelf? Hoe vaak vind je zo'n masker? Carnavalwinkel genoeg misschien? Vak. Zoiets vind je niet in een carnavalswinkel hoor. Jawel. Geen idee. Ik heb het nog nooit gezien. Echt akelig. Ik heb er geen verstand van zo'n maskers. Oké, wie zet de deur op? Wat is dit nou? Sorry. Gaan we verder? Ja. Wat doen we met masker? Meenemen toch gewoon? Wauw, pakken het mee. Hè. Mag ik het bijhouden? Staat er een naam op? Nee, denk ik. Ja. Er staat niks op. Oh, pak ja? Ik helemaal waar. Nee. Nee. Jongens, wat was dat? Een paard. Dat was geen paard. Nee, het was een... Maar geen grapje, dat was geen fucking paard! Ja, wat was het dan? Ja, ik heb het niet gehoord, hè? Een soort deur, alsof een granier of zo. Oh, dan is hier een huisje. Mensen, 5 euro. Wat, hè? Ja, nice. 5 euro dat jij als eerste dat huisje binnen gaat. Als we het vinden, wat huisje, maar ik... Wat huisje? Wat? Ik meen het, dit was... Kijk. Dit was echt geen paard! Ja. Hey, waarom kijk je die glowstick mee? Oh! Glowstick, nummer? 3? 4? 3. 6. Nee, 3. 12. Gaat het? Je kunt het niet, je kunt het niet. Een glowstick? Nee. Oh, Vadim. Nam. Oh, Cheyenne, laat hem die zaklamp hebben. Alsjeblieft, laat hem die zaklamp hebben. Dan zwijgt hij over die glowsticks. Kijk, een glowstick. Oké, ik stop al. Het een glowstick. Is het goed? Hebben ze nodig. Dus. Oké. Allee, gaan we voort? Ja, ja. Cheyenne. Hey mannen. Zeg, ze heeft wel de zaklamp niet mee. Dat is gewoon hetzelfde als bij mij, dus ze gaan mij terug willen nemen. Nee, maar even serieus. Dit is weg. Waar is die? Dit is weg. Die is, hey, serieus? Die is gewoon teruggelopen. Neem het van mij aan, Cheyenne. Hoe kan die hier weg nu terugvinden zonder zaklamp? Op glowsticks? Maar die glowsticks die liggen mijlen ver van elkaar. Ze zal toch wel iets van een richtingsgevoel hebben?
Oké, we lopen een stukje die kant op, want daar zou ik je naartoe van, dacht ik misschien. Nee. Ik hoop dat je weet wat je doet. Ik heb 6 jaar bij de scouts gezeten. Ja, dat zegt genoeg. En 12 jaar bij de zeescouts. Nee, dat is gelogen, maar ik heb bij de scouts gezeten. Ik moet wel opletten. Ik moet ook al niet weg. Ja. En dat was ook een poort, dus dat kost ook niet weg. Ah wel, dan nemen we gewoon, ik ga er gewoon bewijzen. Hey, maar normaal gezien hoor je toch voetstappen als die wegloopt ofzo? Ja, en ik heb het niet gehoord, hè. Ja. Het is hier meer stil. Hoe groot en hoe breed is het nou? Die weegt 2 keer niks, denk je nou echt dat die geluid... Vadim, dat bos is echt groot. Hey, hebben we de Hunger Games niet gezien? Straks komt ze uit niks. Nee. Met een pijl en boog tevoorschijn. Godverdomme, waar is die? Ja, ik heb hem toch niet gerust in, hè. Cheyenne! 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 Ja, je moet niet roepen, want we gaan het toch niet meer horen. Hey, mannen, ik zal het zo bewijzen. Zie je daar? Die bloemen goed. Dat is de tweede kabouter. We zijn aan het teruggaan. Ja, maar we vinden nog altijd Cheyenne hier, Vadim. Ik ben er zeker van zijn, die gaat dat ook wel kunnen terugvinden. Het is te hopen, hè. Een pa is boswachter, dus ze zal toch wel een beetje snel. Ja, en? Ik scheet echt in mijn broeken. Ja, ik vind het meer serieus niet. Hè? Ik vind het helemaal niet grappig dat je het kan lopen. Cheyenne! Hey, hoor eens. We gaan die vooral dan toch hard doen. Hoor eens. Hey, Vadim. Wat? Luister eens. Dat was ik niet. Cheyenne! Ik hoor het aan hem. Godverdomme. Cheyenne! Hey Vadim, wat doen we nu? Heb je een plan? Ja, teruggaan en gewoon politie of zoiets bellen. Politie bellen? Want we hebben ons gsm's niet bij. Daarom moeten we terug uit het bos geraken. Echt. Dit... Hoe geraken we nu van zijn leven uit dat bos? Net zoals ik zei, we volgen ons sporen terug. Daar hebben we de tweede kabouter wel. Vanaf het is niet omdat je 1 glowstick vindt dat je de rest vindt, hè? Ah ja, alsof dat er iemand anders... We hebben die glowsticks moeten verspreiden. Ja, ik denk dat mijn domme kloten er niet genoeg mee. Wesley heeft er te weinig mee. Ja, Wesley. Dat is een van die deur hier. Cheyenne! Hij hoorde dat nu. Hij is serieus, hoorde dat nu? Vond je dan niet dat van alles de masker en dan dat ze zo raar begonnen te doen? Ja, ik vond dat nu ook, hè. Vadim? Hey, ik speel alleen maar toneel, hè. Ja. Maar volgens mij is het echt gewoon ons te koel. Dat kan niet anders. Vadim, heb je iemand gevonden? Blijkbaar niet, want Cheyenne is er niet bij. Iets gevonden? Nee. Ja, jawel, de glowsticks. Ongeveer 500 meter. 500 meter? 500 meter. Zeker? Ja. In die richting. Ik ben eerst naar daar gegaan, dan ben ik naar daar gelopen en dan ben ik naar daar gelopen. Ik ben iedere keer terug naar die lampen gelopen. Ja, maar wat doen we nu? Gaan we zelf op zoek of gaan we, nee, we de politie bellen? Dit kunnen we echt niet zelf. Het bos is te groot. Ja, dat, dus dat, ik dat stel voor, we gaan terug naar Nuiten. Hey, jongens, ik begin echt te geloven, Steven, dat bos... De glowstick is... Het spookt hier, hè? Echt waar, hè? Alsof het spookt. Ze is gewoon verdwaald. Het is typisch Cheyenne. We gaan naar de glowsticks, we volgen de glowsticks, gaan naar de auto, bellen de politie op, want dit kan niet verder, dit wordt gewoon te eng. Dan is het ook nog om de auto vinden, hè. Geloof je hebt mij. Altijd gezegd dat er een grap is van Cheyenne. Ja, maar Cheyenne kan normaal gezien niet zo langer het auto of zo langer lachen inhouden. Oké, jongens, we zoeken dan verder, hè. Ja, geef me een minuutje. Hey. Die radar toch niet, dat is? Nee, die wacht. Hé, wacht. Hé, wacht even, man, mijn zaklamp is gestopt. Hé. Hey. Wat? Moet dat? Waar? Hé, serieus. Cheyenne! Dit is niet heel grappig. Nee, serieus, mannen, jongens. Maar waar komen die glowsticks? Geen idee. Daar ligt er ook opeens in. Heb je hem al gevonden of wat? Nee. Godverd...
Godverdomme. Heb je toch glowsticks gezien? Ik ga naar die glowstick, wacht. Waar komt die dan? Hé, hey Wesley, had hij toch die glowsticks bij u? Ja. Waar zijn ze? Ze zijn weg. Jij bent gewoon de hele tijd grap aan het uithalen. Kan toch niet? Nee. Wesley, je bent grap aan het uithalen. Nee. Het is niet meer grappig. Nee. Vadim, rustig, Vadim. Ik voel net dat ze dat weg zijn. Allemaal. Ik heb niks gevoeld. Want ik had het van. Hé, jongens, van waar komen die glowsticks dan? Dat kan toch niet anders van Cheyenne dan? Dus zou een jongens die dat net gekregen. Kijk, of we stoppen met het maar praten en we gaan direct terug naar Nauta, want dit lost ook niks op. Oké. Okay. Volgen uw plan van die. Er ligt nog een glow stick. Het is te hopen dat je gelijk hebt. Van de speeltuin, wat zei ik nou? Vadim, het is te hopen dat je gelijk hebt, hè? Echt waar, hè? Kom, met ruzie te maken gaan we toch niet verder doen, hè? Glowsticks moeten we dus niet meer rekenen, dus we gaan in één richting blijven lopen, we blijven die kant gaan. Maakt niet uit hoe of wat, een bos heeft een einde en als we cirkeltjes gaan lopen, dan komen ik we er niet uit. Dat je weet wat je doet. Ja, we gaan gewoon in één rechte lijn lopen. Het slechtste geval is dat we... kunnen we dat niet al misdoen, ja. Als we de langste kant kiezen, dan hebben we wat pech, maar normaal gezien moeten we wel uitgeraken. Al rechte lijn is het beste. Oké. Let's go. Niet meer grappig, ja. Waarom moet ik eigenlijk altijd van achter lopen? Cheyenne? Wat heb je gevonden? Dat meen je niet. Cheyenne? Cheyenne? Oh my god. Godverdomme! Godverdomme! Hoe is dat misschien gebeurd? Stop. Die viel die gewoon aan, hè? Ik wist dat er iets niet in orde was met dat masker. Oh, godverdomme. Shit, ik moet even bekomen, jongen. Wat is er doen? Hé, die viel die gewoon aan. Wat is er gebeurd met Cheyenne? Vadim, zijn lamp ligt daar nog. Wat is Vadim? Zijn lamp ligt daar, dus... Hey, kom, we gaan maar naartoe. Waar ligt die? Daar. Godverdomme, kom aan. Vadim! 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 Shit, man! Geen keer of dat leeft. En fucking, man! Geen pols! Dat meen je niet. Wat nu, hè? Dat meen je niet. Vadim? Fuck, man! Wat gebeurt er hier allemaal? We moeten voortgaan. Naar de auto en vanaf dat we onze gsm vinden, direct bellen. Ik sta te beven, jongen. We kunnen hem niet dragen. We kunnen hem zeker niet dragen. Shit, man, wat doen we nu? Ga je dat masker? Laat het klikken. Wat? Niet aankomen. Vertrouw dan niet. Nee, no shit. En we hier zo laten liggen, kunnen we ook niet doen natuurlijk. We gaan meer van dingen. Ja. Heb je gezien hoeveel dat hij weegt? Oké, ja. Oké, rustig blijven. Denken. Nou, denken. Oh, fuck, man. We hebben onze gsm's niet bij. Oh, kut idee was dat. Echt waar, hè. Dat echt een kut idee. Daar is die speeltuin, zei Vadim. Ja, en dan? Dus... Als we naar de speeltuin gegaan zijn, rechts, dan zijn we links naar de speeltuin gegaan. Ja? Naar daar zijn. Waar? Dus moeten we naar daar terug naar de auto. Normaal gezien. Maar laten we hem gewoon, liggen op de grond, of we kunnen niet anders, hè. Wat gaan we doen? Gaan we hem niet dragen, shit, hè? Jongen. Oké, goed. Ja. Zal wel moeten, hè. Ga de gem dragen? Ik niet, hoor. Met twee? Nee? Maar ja, we weten gewoon niet waar we lopen, Wesley. We zijn verdwaald, geef dat nu gewoon toe, we zijn verdwaald. Het is ambetant om dat toe te geven. Ja, ik heb het al een hele tijd gepest dat we verdwaald zijn.
Wat beter meer glowsticks meepakken. Godverdomme, wat team. Cheyenne! Dat is al weggelopen, denk ik. Ja, maar... Ja, maar heb ik het al gezien, hoor? Dat masker ligt nu nog. Heb je gezien? Echt, hoor? Wie weet komt ze wel ergens weer bij het bewustzijn. Ja, ik kon het wel zien dat de masker er nu totaal niet aan macht had, hè. Dat meen je dan niet? Ja, ja. Jij gelooft dat, van? Ja, ik geloof dat. Allee. Dus dat spirituele van dat verhaal dat ze mij vertelde, dat moet toch wel iets van kloppen, hè? Ja, ik kan gelijk hebben, ja. Oké, ja. Dan gaan we die richting, hè. Snel mogelijk, zeker, hè? Ja. Kom. Oké, let go. Wacht. Even wacht. Het is wel langer dan ik verwacht, hè, naar de auto lopen. Hé, jongen, wat een kutbos is dat hier, joh. Ik denk toch wel dat we weer... Oh. Waar zitten we nu eigenlijk? Glowstick. Daar, de glow. Waar? Oh, finally. Glowstick. Ja, en nu, hè? Ja. We zijn nog verder van huis. Jongens toch. Wat is dat hier allemaal, zeg? Nou, wat nu? Ben je gelijk al geweest? Ja, je meen het. Dat is hier de open plein. We zijn gewoon rondjes aan het lopen. We zijn hier gewoon rondjes aan het lopen. Dan heeft Vadim dan toch wel weer gelijk gehad, hè? Ja, blijkbaar, hè. Godverdomme. Dit is kut, man. Echt waar. Godverdomme, shit. 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 Wesley. Wesley. Fuck. Fuck. Godverdomme. Degene die dit vinden, ik ben Steven Damers. Er is iets gebeurd in het bos. Twee van mijn vrienden zijn dood. Een vriendin van mij is weg. Ik denk bezeten of zo, ik weet het niet. Wat hier gebeurd is, jongen. Echt waar. Degene die camera vindt, even naar de politie.